Het leven is een achtbaan. Soms ga je omhoog en dan kiep je weer met een rotvaart omlaag. En als je pech hebt, dan ga je daarna ook nog eens een keertje drie keer over de kop. In de Kamer van Brabant wekelijks een bekende Brabander in de Python over zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten. En vandaag is dat Arma. Ben ik de man? Zo, Arma, ben je bang? Nee. Ik hou van kermis. Grote joint gerookt voordat we hier in gingen. Ik heb een pijp gerookt, ik rook altijd chillens. En we gaan het hebben over je hoogte- en dieptepunten. Ja. En jouw hoogtepunt was natuurlijk 45 jaar geleden. Wat vind je daar nou van? Vind ik leuk voor mij en mooi kut voor de maatschappij. Want? Want er is in al die jaren niks veranderd, weet je wel. En de mensen die zouden wat beschaafder worden. Heb ik de gedachte in de hippe tijd, maar ja, ze zijn nog gemeener tegen elkaar dan daarvoor, weet je. Oké, maar jouw hoogtepunt was dus 45 jaar geleden. Hoe uitzicht dit? Nou, geld, auto's. Compleet gek huis. Ik kocht een grote auto. Ik maakte 20 optredens op een weekend. Ja, en aangezien je ook naar bed moet, ben ik maar aan de speed gegaan. En deed je toen dingen die je anders nooit deed, tijdens je hoogtepunt? Nou, ik heb zo'n beetje alles gebruikt wat er... wat er voorhanden is. En was dit voor jou een jongensdroom? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik had eigenlijk architect willen worden. En welke dromen zijn er in al die tijd verloren gegaan? Verloren? Ja. Nou, eigenlijk niet zoveel. Nou, daar gaan we allemaal. Ja. Vertel me eens iets over jouw dieptepunten. Nou. Kom op. Ik heb eigenlijk geen dieptepunt. Natuurlijk heb je wel dieptepunt. Welke offer heb je moeten maken om hier te kunnen staan vandaag? Mama! Oh, dat is fijn. Wacht weer. Kou, stijf, vloer en honger. Dat is mijn deel. Maar wat is je grootste angst? Mijn grootste angst? Hoehoe! Yeah! Wat is je grootste angst? Dat er niet top is. Dat er niet top is. Maar waar heb jij nou spijt van? Nee, ik heb er ergens spijt van. Maar wat is je allergrootste wens? Mijn allergrootste wens? Om 124 te worden. 124 jaar? Ja. Nou, dit was de achtbaan des levens. Heb jij nog een levensmotto? Ja, pluk het moment, want een hele dag lukt je toch niet. Dankjewel, Arma. Ja, jij ook. Dat was Arma, geïnterviewd door onze femme fatale Isabel.